mensen hebben wel eens stomme opmerkingen gemaakt, vooral in het begin. Mensen waren ook verdrietig en dan zeiden ze van ja, wist je nu maar een goede goocheltruc, hè? Kon je hem nu maar terugtoveren, maar ja. Mijn broer Gijs, die kwam uit Nijmegen van het huis van zijn vriendin af naar huis om te gaan werken. 'S Ochtends om 7 uur. En die is tegen een vrachtwagen aangebotst onderweg. En daar heeft hij niet overleefd. Jan, die kwam ons ophalen en ja, die heeft het verteld. Van, die zei, er is iets met Gijs. Ik kreeg het al benauwd, want ik wist al dat het niet goed kon zijn. Toen vertelde ze van, hij heeft een ongeluk gehad. En hij is dood. En zo, ja, wat me toen overkwam, ja, ik wist niet wat ik moest denken, wat ik moest zeggen. Ik was even, nee. Ik wist helemaal niet wat me overkwam. Altijd denk je wel, ja, waarom moet dat mij overkomen en waarom niet iemand anders? Waarom niet bijvoorbeeld, want mijn vader was een hartstikke goede man en iedereen... Hij deed echt nooit slechte dingen, nooit. Hij maakte ook echt nauwelijks ruzie ooit met iemand of zo. Dat kwam echt zelden voor. Dus dan denk je, ja, waarom mocht die lul dan aan het einde van de straat... Kreeg die dan lekker niet, weet je. Please don't come around talking about that you love me. 'Cause that love just for me. I don't wanna hear that you adore me. And I know that... Dat kwam later eigenlijk. Alles gaat, die maanden gaan nog een beetje langs je heen. Toen geloofde ik het eigenlijk ook niet echt, zeg maar. Maar dan gaat alles een beetje om je heen. Zo ongeveer 3 maanden lang. Ik heb wel heel vaak gehad, heb ik nou nog wel eens, maar wel minder, dat je echt slecht slaapt. Dat je ook 's nachts wakker wordt en dat je dan ook gaat denken over dingen. Maar dat is vooral als je gewoon ligt. En ligt te slapen in je eigen bed. En dat je dan wakker wordt en dat er dan dingen gaan... Dat het ook gewoon anders gekund had, zeg maar. En ook gewoon... Dat, ja, op de manier hoe. Gewoon, ja, en dat je dan ook spijt hebt van dingen die je dan hebt gedaan. Wat was het moeilijkste? Ik denk het laten zakken van de kist uiteindelijk, zeg maar, bij de begrafenis. Dat was toch wel een van de moeilijkste momenten, denk ik. Omdat je dan nooit meer hem kunt zien. Je weet, hij was thuis opgebaard, Gijs. En dan kun je nog afscheid van hem nemen, snap je? Vanaf dat moment kan het niet meer. Dan kun je niet meer bij hem komen. Heel leuk een stukje. Er is nog iets wat ik jullie moet vertellen. Gijs is verslaafd aan rozijntjes. Dit zijn die fucking rozijntjes die Gijs de hele fucking dag zitten snaaien. Gijs, wat vind je ervan? Rozijnen aan de top. Hoe leest dat? Ik denk elke dag wel aan hem. Heel vaak, heel veel. Ja, ik mis hem enorm. We hadden veel leuke momenten wel, ook samen wel eens. Dan ging bijvoorbeeld Gijs zijn auto wassen. En dan mocht ik mee bijvoorbeeld en dat was dan geweldig. Dan ging hij even weer laten zien hoe snel die kon, weet je.
Mijn moeder maakte elk jaar een foto bij ons in de achtertuin van ik en mijn broers. Van mij, Teun, Dirk en Gijs. En die foto maakt ze nog steeds. Dus de afgelopen 2 jaar staat er iemand te weinig op die foto's. Dan zie je dat er klopt iets niet, er mist iets op die foto. Ik heb niet zoveel met die urgen. Ja, ik kijk er of zo nooit aan en ik heb daar gewoon niks mee met grafstenen of urnen of zo. Ja. Ik zit niet te denken van, oh, hier zit mijn vader nou in of zo, dat denk ik niet aan. Ik zie, als ik er langs loop of zo, hij valt me niet eens op eigenlijk. Misschien klinkt het hard of zo, maar ik heb er echt gewoon helemaal niks mee. Ik heb wel gewoon dingen over papa erin, maar ik wil niet te veel voorlezen, want ik vind het heel erg privé. Maar ik zal 2 regeltjes of zo, kan ik wel voorlezen, even in nadenken. Ook al praat ik soms wat bot over je, dan bedoel ik het echt niet zo. Maar dan zeg ik het omdat ik had gewild dat alles zo anders was. Dat je nog hier was en we samen konden tennissen. En dat ik kon zeggen dat ik kon zeggen mijn ouders in plaats van mijn moeder. Als we het in de klas over vaders hebben, voel ik me heel erg leeg. Iedereen is trots en ik ook op jou, maar ik kan gewoon niet meepraten. Alles goed met jullie? Ja. Kom, we gaan opwarmen. Onverschillig doen, dom antwoorden geven, echt van die puberale antwoorden geven. Dan zegt mama van, oh, was papa er nou nog maar? En dan zeg ik, ja, dat kan niet, want hij is dood. Dan sla ik de deur dicht. En dan komt mama naar boven, als papa dat hoort dat, dan krijg je een tik om je oren. En dan zeg ik van, ja, dat kan niet, want die is er niet meer, klaar. Dan ga ik gewoon heel... Dat bedoelde ik ook met dat stukje van dat bot. Soms praat ik wel bot over je, maar dan bedoel ik het echt niet zo. Maar dan komt het gewoon omdat ik dan boos ben. Je lacht ervan. Nee, dat was allemaal zo gedaan. Ja. Ja. Het meest puberale is eigenlijk dat hij geen puber is geweest. Dat is ook als ouder heel erg moeilijk. Heel veel ouders hebben heel veel moeite met pubers. En bij ons is het juist heel erg pijnlijk dat Bram die periode niet gehad heeft. Hij is van 13 jaar, hij is nu 15, maar het lijkt of hij een paar jaar overgeslagen heeft. Hij is van een kind volwassen geworden. Plotseling, zonder een stukje daartussendoor. Eerlijk? Je hebt nog steeds dezelfde behoefte om erbij te horen, maar door het overlijden waar je... Eigenlijk vind ik altijd al een stukje volwassener. Je wordt al een klein beetje volwassen terwijl het nog niet bij je leeftijd hoort. Tineke is een heel lieve vrouw. En die heeft een tuinhuisje speciaal gemaakt voor mensen die iemand verloren zijn. En daar gaat zij daar mee praten en dingetjes mee doen om je rouwverwerkingcursus eigenlijk voor jongeren. Een uurtje in de 2 weken, dan hou je je gedachten gewoon daarbij. En dan heb je ook zoiets van, nou dan hoeft het de andere week niet meer. Tineke heeft daar je gewoon heel goed in geholpen. Hi Anne. Hi Lene. Ja. Ga je mee? Ja. Hoe is het? Goed. Goed? Ja. Met jou? Ja, met mij ook. Het gaat heel goed. Ja. Ja, als ik echt boos ben, gebeurt dit bij mij. Als je kan begrijpen wat ik... Dan wordt het gewoon... Dan ben ik best wel fel. Mm-hmm. En als ik bang ben... Ik ben niet echt bang voor dingen, maar eigenlijk meer gewoon in mensen of zo. In ja. Mensen? En kun je dat uitleggen? Ja, om vriendschappen kwijt te raken. Of okay. Om... Of om...
ja, soms denk ik ook wel eens van, ja, als ik geen moeder meer heb, dan heb ik helemaal geen ouders meer. En dan, waar moet ik dan heen of zo? Ja. Nou, hier gaat het gebeuren vandaag. Het is geheim. Je mag niet verder. Ik kreeg steeds meer optredens. Tot nu 2 jaar geleden, toen overleed mijn oudste broer Gijs na een auto-ongeluk. En ik heb toen beloofd dat ik vanaf dat moment elke show speciaal voor Gijs zou doen. Hoe ging het? Goed. Goed? Mijn vader en moeder waren op dat moment heel erg bezig met zichzelf. Die wilden er wel voor mij zijn, maar dat kon gewoon niet op dat moment. Omdat die het zelf erg zwaar hadden. En daarom ben ik meer met andere mensen, heb ik ermee gepraat en ben ik mee omgegaan op dat moment dan met mijn vader en moeder. Mooi. Je valt met je hele gezin in zo'n ontzettend diep gat. Iemand die zo geliefd is, waar je allemaal zo ontzettend trots op bent. En die zo geliefd was bij alles en iedereen. Ja, dat komt als een mokerslag binnen. En zelf ben je niet jezelf. Nou, je kinderen zijn dat absoluut ook niet. En ik begrijp heel goed dat ze je in bescherming willen nemen. Maar het is heel moeilijk uitleggen om te zeggen dat ze je nog meer pijn doen door je in bescherming te nemen. Als door je dingen te vertellen die ze dwars zit. Jonge kinderen die zeggen gewoon wat ze denken. En in de puberteit ga je meer nadenken van als ik dit zeg tegen mijn moeder, dan kan dat als reactie geven dat ze verdrietig wordt. Dus ik zeg maar niks. En dat maakt het soms lastig en dat maakt het soms ook eenzaam. Heb je meteen nadat Gijs overleden was zo goed met je moeder kunnen praten zoals nu? Nee, niet direct. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer, hoe dat allemaal... De laatste maanden gaat het pas goed. Dat de echte klik er weer is van... Ja, Gijs, wij samen wel... die het ook meer buiten willen brengen. De andere familieleden hebben het allemaal... Wij ook, maar goed. Ik heb geen gesprekken met mijn vader over Gijs. Ik heb gewoon het gevoel dat mijn vader minder de behoefte heeft om daarover te praten. Die tijden, de laatste herinneringen zijn ook gewoon heel zwaar. Omdat het geen leuke herinneringen ook vaak zijn. Weet je nog een van de laatste? Ja. Hoe was dat? Heel zwaar. Ik wil dat...